In 2016 heeft 90% van jullie meegedaan aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek in samenwerking met Great Place to Work. Hiermee is Rexel als enige groothandel op de lijst gekomen voor Best Workplace 2017. We zagen uit de resultaten dat we vooral trots zijn op ons werk, maar ook dat we kunnen verbeteren in de samenwerking. Per afdeling en vestiging zijn er actieplannen gemaakt en er zijn in totaal 93 verbeteracties benoemd. Zo zagen we verbeteringen in overleg tussen collega's en het management. Op de afdeling voorraadbeheer is er 2 wekelijks werkoverleg doorgevoerd. En in Doetinchem is maandelijks overleg om regio-informatie op managementniveau te delen. In het kader van trots en successen vieren staan ze in Nieuwegein vaker stil bij zaken die goed gaan. En er worden meer complimentjes gegeven in Amsterdam. We hebben het afgelopen jaar ook de interne nieuwsbrief geïntroduceerd. We zien een verhoging in deelname aan trainingen, offline en online. En we hebben Wij at Rexel voor jullie ontwikkeld. Een programma om meer verbondenheid en begrip tussen de verschillende afdelingen te stimuleren. Zo kunnen we samen de medewerkerstevredenheid en de klantbeleving verbeteren. Ook in 2017 doen we weer mee met het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Niet voor de lijst Best Workplaces, maar als tussenmeting van waar we nu staan. Vorig jaar gaven jullie een NPS-score van 7,3. Gaan we onze ambitie waarmaken en dit overtreffen? Op 27 november ontvangen jullie de uitnodiging van Great Place to Work om de vragenlijst in te vullen. Doe dit zo snel mogelijk. Je hebt maar 2 weken de tijd. Jouw mening telt. Laat je horen.